Okay, Captain Sergio Sabayo and Basha Randy Sabayo. Okay, ik heb begrepen dat er bepaalde issues spelen te Powaka. Wat is er gaande? Ja, het is niet een slepende issue, een dorp bestuur issue. En vandaar dat men derde grieten gebruik van maken. Nu recent hebben lappen gronden uitgegeven in ons woon- en leefgebied. En die hebben we ontdekt via social media. En we zijn op onderzoek geweest, we zijn op locatie geweest. En daar hebben we gezien dat onze eigen ananasvelden ook gekaveld zijn. We hebben ook, straks kan ik u al wijzen, we hebben ook landmeterpalen gezien. We zijn op onderzoek gegaan en we hebben gezien dat we bepaalde op naam van stichtingen, een stichting dan en andere namen en personen. Dus van hieruit wil ik ze ook zeggen van, ik denk voorzien uiteindelijk wordt het verkocht. En ik zou ook zeggen en een oproep doen naar de mensen toe die geïnteresseerd zijn om het te doen. Want het is ons gebied. We gaan het nimmer toelaten dat ons gebied wordt afgenomen. Vandaar dat we ook hier zijn. En we voelen ons ook verplicht om samen met onze moederorganisatie een petitie in te dienen met de andere tribale volk. Bent u erachter gekomen wie eigenlijk, laten we zo zeggen, de vrijpostigheid heeft genomen om de gronden van jullie te verkopen? We zijn nog steeds bezig. Om te kijken. We hebben de namen wel gekregen, om wie het heeft uitgegeven, hoe die persoon tot zo'n beschikking heeft gekregen, wie allemaal acties hebben gegeven, dat moeten we nog onderzoeken. Het is nog in proces. Hebben jullie ook contact opgenomen met de instanties die de beschikkingen zouden moeten uitgeven, bijvoorbeeld de minister van GWB? Nog niet. Vandaar dat we hebben een moederorganisatie en we zijn samen met de moederorganisatie, daar gaan we optrekken. En zodat we ook duidelijkheid hierin vinden. En vandaar dat de rechtenvraagstuk hier belangrijk is voor ons. Snap je? En u zegt dus dat zelfs de ananasvelden zijn verkaveld. Ja. En we geven, en hoe belangrijk zijn deze ananasvelden voor jullie leefgebied? Het is onze middel van bestaan. Daar in Powaka, daarvan leven wij. En als dat wordt afgepakt, waar gaan we naartoe dan? Snap u? We gaan het ook niet toelaten. Bijna overal al, bijna los van daar, bijna, er zijn nog meer plaatsen binnen ons woongebied te Powaka dat plaatsen zijn weggegeven. Want u weet, wij eens zo leven van landbouw en ook van jacht, vitvangst. Zelf, dat kunnen we bijna niet meer, we moeten iets verder gaan. En als dit nog, onze ananasvelden van ons worden afgepakt, dan hoe verder brengen. Dus onze voortbestaan als enige zijn zeker in gevaar en dat zullen we met alle diensten staan de middelen, we zullen dat zeker niet toestaan. Hebben jullie ook contact opgenomen met de personen die, want jullie hebben namen ontdekt, dat het op een naam van een stichting is, onder andere persoonlijke namen. Hebben jullie contact met ze opgenomen en gezegd van, hé, het is niet jouw grond? Ja. Tot zover niet. Zoals de kapitein zei, het is nog een proces. Samen met onze moeder en onze kapits gaan we bezig. Want u weet, vele handen maken het werk makkelijker. Dus vandaar dat we samen met de kids gaan optrekken om dat te doen. Hoe lang zijn jullie al bezig ongeveer? Het is ongeveer zeg maar het volgende tweede week dat we dit hebben ontdekt van die verkaveling. Maar waar op social media hebben jullie gezien dat jullie gebied wordt verkocht? Het is op Things op Sale. Things for Sale. En daar is alle gegevens van die kavelaar, is een bedrijf, geloof ik. Daar hebben we alles gezien. Maar wanneer gronden worden uitgegeven, heb je dat de DC altijd contact maakt met de gemeenschap die daar woont? Er moet advies worden gegeven. Maar is dat gebeurd? Dat brengt vragen op naar ons toe. En we willen graag weten hoe zo'n persoon of personen aan zo'n grondstuk is gekomen. Wie heeft dit allemaal toegestaan? Wie heeft advies gegeven? Snap u? En wat wij weten is dat volgens de wet, ik denk de boswet nog,
We weten ook dat onze rechtsdiensten nog niet is erkend door de overheid. Maar wat alvast internationaal is meegegeven is dat onze leefgebieden, woongemeenschappen, zodanig wordt geëerbiedigd. En de stad Suriname heeft zich gecommitteerd aan een aantal mensenrechtenorganisaties. En dus daar gaan wij ook ervan uit dat ze dat ook moeten respecteren. Oké, misschien kunt u de foto's wijzen. Wat is dit de eerste keer dat jullie dit zo meemaken? Ja, kijk hier, als je zelf hier zit. Dit zijn de wat? Dit is een screenshot dat ik heb gemaakt. Onze gronden, dit is persoon op naam van deze persoon, stichting. Dit is dit rood gedeelte, hebben zij. Dit is op naam van een zekere cultuur. Dit is deze eerste gedeelte. En wat zo verpand is, dat we onze eigen weg gebruiken. Onze eigen weg is geen openbare weg, onze eigen weg. Het is een privéweg. Het is een privéweg en dat is dus van daaruit de uitgangspunt nemen. Oh. Dit is op naam van een andere tuur. Dit is het tweede gedeelte hier. En dit is op naam van een. Naam van een zekere auteur, dat is het laatste gedeelte. Er zijn nog een aantal die hebben we nog niet gekregen, maar dit hebben we alvast. Als aan wie het is uitgegeven. Ja. En hier zien we ons, je ziet de landmeter falen. Dat betekent dat ze in een vergevorderde fase. Oké, maar dus er zijn landmeters daar geweest, jullie waren niet op de hoogte? Dit is onze ananasvelden die verkaveld zijn. En dit is uitgegeven? Ja, dit is ook in die verkaveling. Kijk, als je hier ziet, foto, kijk, hier is de Sipari Pavo Paraweg. En hier is de Laterietweg. En hier, zoals je op die landmeter hier is uitgegeven. Oké, daar is uitgegeven. En als je die open plekken hier ziet, zijn allemaal ananas gronden. Die hebben wij weggegeven. Juist, klopt. Hier is verkaveld. En hier zijn de ananas. Oké, duidelijk. Maar de mensen die daar wonen, al Pawaka, hoe ervaren zij dit? Wanneer de kinderen, de vrouwen, de gemeenschap. Heel irriterend. En uiteindelijk wordt het naar ons gerapporteerd. Wij zijn degene die hun belangen moet behartigen. En uiteindelijk van onze kant hebben we gelijk ook getrokken aan onze moederorganisatie. We zijn op de hoogte. Dus net wat ik zei, de hele keten is in proces. Dus binnenkort hebben we bijna alle gegevens of informatie verzameld. Wat is jullie boodschap naar de overheid in deze kwestie van Pawaka? De boodschap is van dat nu zijn we nog, nu is gewoon de rechte kwestie in behandeling is. En hoe ver het nog in behandeling is, dat er geen gronden meer wordt uitgegeven in ons woongebied. Dat is het dat on hold zetten om geen gronden meer uitgeven. Het is irriterend naar ons toe en uiteindelijk kan het anders uitlopen ook, want de gemeenschap gaat niet stilzitten. En de gronden die zijn uitgegeven, weet u misschien waarvoor ze precies zijn uitgegeven? Als landbouwgrond? Ik zou het niet weten, nog niet, dat weten we nog niet. Geen bestemming. En uiteindelijk zien we het op ding verschil. Dus ik denk, als je ook naar de datum kijkt, wanneer het uitgegeven is vorig jaar. En je hebt het gekregen en je wilt hem niet verkopen. Dus snapt u? En ja, dat kunnen we gewoon niet toelaten.